U komt al kaarsjesavond? Ja. Ja? Ja. Is dat de eerste keer dat u hier komt? Ja, dat is de eerste keer dat ik hier kom. Ja? U hebt mooi weer meegenomen. Ik ben wel vaak in Gouda geweest, maar niet op kaarsjesavond. Jullie werken met oude materialen? Niet alleen oude materialen, maar inderdaad oude meubels worden opgeknapt en dingen worden hergebruikt, ook qua stoffen en dat soort dingen. Ja. En hebben jullie ook dan speciale spullen voor de kerst die je nu gemaakt hebt of hermaakt? Ja, de houten kerstboom van takken hebben we gemaakt. Ja, nee hoor, iedereen die hier langskomt en die eventjes een plaspunt nodig heeft, die kan gewoon even hier een ze ei kwijt, zeg maar. Ja. Ja, ik begreep ook dat het namelijk het toilet op het station kapot is. Dus ja, het is erg fijn dat mensen hier even het kwijt kunnen, zeg maar. Ja. Oh, you're the judge. Oh, dankjewel. Die helemaal een, met afval gemaakt. Ik weet het niet, misschien hadden jullie gezien en er is in de kunst van Krindo. Helemaal met afval gemaakt. Ik denk die is heel mooie cultuur van Nederland. We hopen vandaag bollichten te gaan verkopen. Laat er eens eentje zien, een bollicht. Het is in het licht nog niet zo goed te zien met een vaccinelichtje erin. Maar we mogen niet rondlopen met open vuur, dus vandaag doen we er ledlampjes in. Dus dit zijn de... Het moet eerst donker worden, dan kan je het pas goed zien, denk ik. Waarvoor staan jullie hier? En wij staan hier al meerdere jaren hier met de kraam om geld op te halen voor de kinderen van bureau jeugdzorg. En wij proberen de kinderen die om verschillende redenen geen kerst kunnen vieren of in ieder geval geen financiële middelen hebben om een kerstcadeau te kopen, gaan wij zorgen dat we ze verrassen met een cadeautje. En hoeveel kinderen willen jullie blij maken met kerst? 151. Moet dat niet altijd zo zijn? Je bent braaf. Dag Jozef. U bent ook actief met Gouden Kaarsjesavond, Kaarsjesmiddag zie ik. Zeker, ja. Wat kunnen we hier zien? Nou, het is hier gewoon heel gezellig, want dit is de gezelligste winkel van Gouden. Dus we zetten van alles buiten in de stad en we maken ons klaar om straks ook om de gracht heen allemaal mooie lichtjes te zetten. English? Yes. You're coming to visit the candlelight? Yes. Is it the first time that you're here? Yes. Yeah? Where do you come from? Spain. Spain. Dat is een hele prachtige kerstboom voor de kerst. Dat vind ik ook. Ga je hem verder nog opleuken? Nou, ik ga er mijn kerstkaartjes in doen. Leuk hè? Ik zie hier een paar prachtige nieuwe fietsen. Die zijn van jullie? Spik, Sprint en Nieuw, dat klopt. Die zijn van de afdeling Gouden van het Nederlands Rode Kruis. We hebben er 4 in totaal. Op dit moment zijn er 2 op de weg. En het zijn onze eerste hulpverleners die snel ter plaatse kunnen zijn om eerste hulp te verlenen. Jullie zijn wel ervaren fietsers? Nee. Op een gewone fiets wel. Dit is even wennen. Het is wel even wennen. Ja. En jullie hebben je vrijwillig gemeld om op de fiets te klimmen of is dat gewoon geloot? Ja, dat ben ik aangewezen, zeg maar. Nee. Dat kan ook. Vrijwillig aangewezen. Strike the harp and join the chorus. La 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 la. Follow me in merry measure. La 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 la. While I tell of you thy treasure. La 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 la. En hier staan vanavond de burgemeesters van Gouda en Kongsberg om het evangelie voor te lezen. Precies 10 jaar oud het instrument nu. Dus het is voor de 10e keer dat hij meedoet. Het is uw eigen instrument? Ja, ik heb het zelf laten maken.
Het is een echte kopie van eigenlijk van wat er in de Sint-Janstoren hangt. Het wordt op dezelfde manier bespeeld. Er komt helemaal geen elektriciteit bij kijken. Het is allemaal mechanisch. Ze hebben ook namen. Nou, deze klok hebben dan niet de namen van heiligen, zoals dat vaak in toren is. Voor mij zijn het de namen van mijn kinderen geworden. Het zijn in totaal 50 klokken, maar ik heb geen 50 kinderen. Nee. En we gaan straks buiten opbouwen warm chocolademelk. En als het zo koud blijft, gaan we er wat rum in gooien. Maar dat komt helemaal goed. Tot hoe laat kan ik bij jullie terecht voor rum? 10, 11 uur vanavond. En waar zijn de rendieren en de slee gebleven? Ze zijn even op stal. Ik heb een hele goede conditie, maar die rendieren ja, die moeten af en toe even rusten. Dus zodoende, ja, hou eens even pauze. Dat instrument, waar is dat nou van gemaakt? Dit is van een els of van een berk of van een willig. Daar kun je ze van maken. En de hap is van een stukje vlier.